Voor de uitstoot van zwavel door grote zeeschepen op de Noordzee gelden strenge regels. Uitstoot van zwavel is slecht voor leven- en luchtklimaat. Nou, we vinden het als Inspectie Leefomgeving en Transport belangrijk dat we ook die metingen uitvoeren op de zwaveluitstoot van zeeschepen. Dat doen we door een zogeheten snuffelpaal in de haven van Rotterdam. Maar ook op volle zee. Daarbij maken we gebruik van een vliegtuig met meetapparatuur van de Belgische kustwacht. In deze sensor zitten dus eigenlijk labo-instrumenten, een CO2-sensor en een SO2-sensor. En op basis van die twee componenten kunnen we een inschatting maken van de zwavelinhoud van de brandstoffen gebruikt door de schepen. Schepen mogen alleen met brandstof varen die heel weinig zwavel bevat. Maar omdat de brandstof met meer zwavel goedkoper is de verleiding groot om de schepen daarmee te stoken. Hoe groot het percentage zwavel is dat wordt uitgestoten, wordt gemeten als het vliegtuig door de rookpluim van het schip vliegt. Bij een te hoge halte wordt in de haven van bestemming een monster van de brandstof genomen om te controleren of de regels zijn overtreden. We kunnen ze nog niet vervolgen op basis van deze waarden. Dan moeten we daadwerkelijk aan boord gaan en dan moeten we monsters gaan nemen. In het geval van een overtreding beslist het Openbaar Ministerie welke straf er wordt opgelegd. Wat we zien is dat overwegend de naleving ook zeer goed is. De schepen die we hebben gesnuffeld, zoals het dan zo mooi heet, met de zwaveluitstoot, die voldeden allemaal aan de wet. De Inspectie Leefomgeving en Transport onderzoekt of in de toekomst deze controles kunnen worden uitgevoerd met drones.